Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe serie Immortals Fenyx Rising. En geloof me jongens, als je Zelda Breath of the Wild vet vond, dan vind je dit ook vet. Deze video is trouwens gesponsord door Ubisoft. Dat moet je er altijd even bij zeggen als dat zo is. Maar let's go! We gaan kijken naar de intro. Mighty Poseidon, the Earthshaker. Zeus Artemis, with her deadly aim, set to pierce it in the heart of a hummingbird. Hij doet stoer. Hij doet heel stoer. Hij heeft te veel pittig eten gegeten. Wie is dat? Een godin. Wat? Wat doe je met de godin? None of this is your fault. You are the victim. All the mortals are made in the bone works of fools. Jagged reflections from a broken mirror. Ik heb zoveel zin om hem aan te pakken, jongens. Rustig. Rustig! Zit je nou gewoon goden kapot te maken? This one killed 6 innocent children to satisfy her rage. Ik geloof jou niet. Ik geloof jou niet, lelijkert. Fight and murder. They're cruel, vindictive and selfish. And let the heel of Achilles. These witnesses will be there and weak. Kom dan! I have no such flaws. The rest have fallen. Only one stands between me and the rehabilitation of Olympus. Wie staat er tussen jou? Most arrogant, narrow-minded cocksucker son of Kronos who trapped me beneath the earth. The one and only Zeus. Ja, adem stinkt, vriend. Yo! Prometheus! En Zeus. You chained me to this rock and fed my liver to an eagle out of love. Uit liefde? Ja. Maak hem kapot, jongen. Maak hem kapot. Oh. You need my help. Typhon is free. Het gaat niet goed met de wereld, jongens. He fought beside his allies, the Titans. Convince him to stand down. It's not that simple. He is even blocking my ability to glimpse the future. I cannot see past. Typhon, die is wel aardig machtig aan het worden, zo te zien. Wij moeten hem gaan stoppen. En Zeus wordt boos met zijn elektriciteit. Lijkt wel Pikachu, jongen. Hij kan het niet. Het is Pikachu zonder bliksemstraal. To the mortals. That's done. Those evil, imbecilic, tasteless parasites were all turned to stone. Wat? Zeus noemt de mens onsmakelijke parasieten. Is about to save your royal ass. My ass is safely lodged in the Aegean stables. And mortals will never be anything but a mistake. Zeus is zo arrogant. If I'm right, my sin of stealing fire and ensuring their survival becomes a You find your punishment unjust. Prometheus heeft de toekomst al gezien, jongen. Extreme. Do we have a deal? Hebben we een deal, Zeus? I'll end your punishment and set you free. But if I win, you help me stop Typhon, Very well. Let the tale of Laat het verhaal van Fenyx mijn verlossing zijn! Zeus heeft geen zin in de verhalen van Prometheus. Hier komt het. Mijn verhaal begint op zee. Een schip met soldaten keert terug van een oorlog ver weg. Een overwinning wordt overrompeld door een onverwachte storm. De zee woelde en kokte. Golven kregen witte schuimkoppen en de grens tussen hemel en zee was zo goed als verdwenen. Huizenhoge toppen van de golven vielen in dalen zo diep als Tartaros. Zeus het echt bij de hand. Hij doet het echt bij de hand. Schip is gezonken, jongens. Maar... Ja, ja. Een schilddrager. Eén persoon.
is er over. Wat is er nou weer, Zeus? Oh, wacht. Oké, we mogen de personage gaan maken. Ik kies altijd voor een vrouw. Maar vandaag kiezen wij voor een man. Dit is onze held. Let's go. Kijk, we worden wakker. Yes. Heel goed. Ja, een beetje zeewater uit je bakkes. Lekker, joh. Heb je in ieder geval lekker gedronken vanochtend? Daar gaan we. Ons avontuur begint. Lokker als kapitein. Who's there? Nee, je bent all by yourself. Oeh, kijk dan. Dit is onze held. Deze meneer moet de wereld gaan redden. Deze meneer moet alle goden gaan helpen. Deze meneer moet hier omhoog klimmen. En over 17 meter hebben we onze bestemming bereikt. We zijn er al. Kijk dat hoofd. Ik zag zijn kapitein en fellow soldiers in de distance. Door een trick van de licht. Nee! Zijn dat mijn maten? Oh nee! Hey, hij beweegt. Dit zijn mijn maten! Zie je? Vooral die achterste. Dat is mijn echte maat. Hij spreekt me wat moed in. Oké, dit is een probleem. Ze zijn allemaal versteend. Dit is een groot probleem. Broertje! Waar ben je? Mijn broer is kwijt. Ik heb geen wapens. Ik heb problemen. Maar inderdaad. Gewoon de training volgen. En dan komt het helemaal goed met je. Daar! Het zwaard van mijn broer! Pak hem! Ja! Oké, dit is een mooi zwaardje, jongens. Dit is een mooi zwaardje. Misschien is dit zwaardje wel mooier dan het zwaardje van Link. Wat vind jij? Welk zwaardje is mooier? Van Link of van deze Phoenix guy? Is dat mijn broer? Nee, toch? Nee. Wel! No! Mijn broer ligt in stukken. Oh, nee. You've always been my hero. My North Star. I will bring you back. We gaan hem terugbrengen. Ik weet nog niet hoe. Maar hij heeft het gezworen. Dus dan gaan we dat doen. Ik denk dat dit zwaard ons gaat helpen, jongens. Pak hem. Grijp hem. Haal hem eruit. Phoenix had never been allowed to hold the hallowed sword. A gift from Achilles for bravery in battle. Ja. Lekker, man. Lekker bezig. Achilles' sword? Brother must have been good in... Is something wrong with your voice? I never got a sword. Zeus, die is sip geworden. Omdat hij zelf nooit de zwaard heeft gehad. We moeten gaan battelen, jongens. We moeten gaan battelen. Je kan dit, jongen. Je kan dit. Je kan dit. Pak ze! Hoppa! Oh, rustig. Je hoeft mij niet ook gelijk terug te slaan. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal niet de bedoeling. Hoppakee. De eerste twee zijn verslagen. Oké. We hebben meer training. We moeten ontwijken. Hoppa. Lekker. Lekker bezig. Nog een keer. Kom maar. Doe maar. Doe maar iets. Ik ga je ontwijken, broer. Hoppakee. Pak jullie allebei tegelijk, man. Geen probleem. Lekker. Bam. En nu? Oeh, we moeten gaan klimmen. Ja, laten we klimmen. Oké, we zijn bijna boven. Ja, we hebben zijn torso beklommen. Er groeien zelfs paddenstoelen op hem. Paddenstoeltjes. Daar ligt ook wat glinsterends. Dit is een... Wat is dit? Een ambrosijn. Oeh. Dat klinkt heel erg goed. Ik denk dat we hier moeten klimmen. Moeten we hierop klimmen? Nee, hè? We moeten op zijn hoofd klimmen. Kijk, we moeten daar zijn. Oh, nu moet ik weer naar beneden. Oh. Oké, komt goed. Dit is helemaal niet hoog, joh. Nee, joh. Valt wel mee. Loop maar even over zijn biceps. Ik vind wel dat ik een mooiere baard heb. Hij heeft helemaal geen baard. Wat is zo'n Griekse god nou zonder een baard? Kom op, man. Kom op. Laten we het gebied maar eens even gaan scouten, jongens. Was becoming clear. Ooh. So far, all you have shown me is a mortal soldier who has fought one real battle and Typhon grows stronger by the hour. Don't toy with me, promise. Ik ga stuk om Zeus. I swear to you that soldier shall be our salvation. For if he fails and Typhon defeats us, Zeus, king of gods, the world will fall. Ja, wij zijn degene die de wereld moeten redden, jongens.
If it has an oracle or a seal, gaan we daar naartoe? They could help me undo this curse. Okay, let's go. Let's go. Wow! Let me go! Wow! Wie is dit? Wie is dat? Hij wordt meegenomen. Oké, we gaan er achteraan. We gaan er heel snel achteraan. Even kijken hoor, we moeten even daar dus naartoe. Oké, we moeten daar naartoe. En dit is de hele map van de game. Ik ben hier zo ready voor. Jumpen! Lekker man. Heerlijk. Oké, wat is dit? Dit ziet er goed uit. De granaatappel. Oh, dat is healing. Oh, hier staan nog meer mensen die gewoon versteend zijn. Oh. Battle. Kom dan. Ik moet even parryen. Oké, kom maar. Let's go, let's go. Sla dan. Iemand, sla mij. Hallo? Hoppakee. Zo doen we dat. Lekker man. Nog meer enemietjes. En hoppakee. Die hebben niks op mij. Nu tempo jongens. Tempo, tempo. We moeten die ene gozer gaan helpen. Oké, we zeiden bijna. We moeten ergens omhoog klimmen. Hier in de buurt. Oh, wacht even. Wat is dit? Het ziet er niet heel gezellig uit. I'm coming. Oh, huh? I found your axe. Een of andere mega bel. Feeling it call to him. Looks like the axe of Atalanta. Oeh, de axe of Atalanta. Dat klinkt als een duur wapentje. Oh, wacht even. Wacht even. Wacht even, dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Oké, okay, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Is die gast daar binnen? Die Typhon? You think that old trick will work on me? Come into my. We moeten naar binnen. Durf je dat? Jawel, kijk, 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 kijk die blik in zijn ogen. Hij durft dat, jongen. Dit is geen probleem. We moeten hier gewoon in. Da! Well, that's the end of the. Dit is het einde van Phoenix. Klaar. Ja. Dit was het. Dit was het. Oké. Okay. Ja, dit was het jongens. Het einde van het spel. De regisseur was Zeus. De verhalen vertellen Prometheus. Uitgespeeld. En klaar. Geniaal jongens. Maar oké. Het is niet echt uitgespeeld. Nee, we leven nog. We leven nog. Wat gaan we hier doen? Ben je er klaar voor, vriend? Ben je er klaar voor, Phoenix? Wat is dit voor plek? Nou, dat gaan we vast nu zien. Dit is Tartaros. Maar wat is Tartaros? De nare afgrond waar ik Typhon gevangen heb gezet. Hij moet scheuren naar de kluizen van de onderwereld geopend hebben toen hij ontsnapte. Ah, we zijn in Tartaros, de onderwereld. Activeren dit ding. En Jumpy, Jumpy, let's go, let's go. Tempootje Phoenix, lekker bezig. We gaan hier naar boven. Hoppakee, hotsevlats, nog een keer, lekker. Oké, die stem is wel echt boos hoor, hey. Wie ben jij? En kom dan, als je zo stoer durft te praten. Je moet niet alleen praten, hè. Je moet dan ook stoer komen doen, hè. Dan kunnen we even onze spierballen met elkaar matchen, jongen. Kom dan. Ik bedoel, je lijkt dan wel op die Balrog uit Lord of the Rings. En je hebt dan wel te veel pittig eten gegeten. Maar ik kan jou aan, hè. Geen probleem. Hoppakee, ons eerste kissie. Kijk hem erop. Klappen zo. We hebben 2 potions en we hebben een stamina elixir. Dat is voor onze uithoudingsvermogen. En ik denk dat ik nu deze weer aan moet zetten, want daarmee verschenen hier... Ja, precies, verschenen hier wat platformpies. En door naar dit platformpie. Dit lijkt echt een beetje op die tempels uit Breath of the Wild, jongens. Hetzelfde als waar je die krachtbollen moet verzamelen. En hier verzamelen we dit. Wat is dit? Dit ziet er echt goed uit. Dit zijn vleugels! Phoenix ran his hands over. Ja, man. Oh, maar ze zijn kapot? Nee, joh. Nee, joh, die werken nog gewoon. We hebben gebroken vleugels. Oh, nice. We kunnen nu dubbelsprongen maken. Yay! Go! Woehoe! Nice. Oh, kijk dat symbool. Dat is het symbool van Typhon daar op die deur. En dit is de bel van Atalanta. De dodelijkste krijgster. De snelste der helden. Verslagen door Typhon. Woe!
Lekker, man. Oh, en we moeten gelijk battelen. Ja, kijk, die blik, die ken ik. Dat is de positieve blik. We gaan ze aanvallen met de bel. Hoppa. Heerlijk. En afmaken met een zwaardje. Geen probleem. Dit komt allemaal helemaal goed. De deur is open. Wat is hier gaande? Oké, let's go. Ah. Kijk. Zeus die zegt, niemand kan deze bliksemschichten aan. En daarom is Zeus natuurlijk zijn bliksemkracht kwijt. Omdat die allemaal zijn verstopt in dit soort tempels. Dat zullen we nog wel eens zien, Zeus. Of jij echt de enige bent. Dat gaan we nog wel eens zien. Let's go. Wij hebben ook Pikachu power, jongen. Ga je hem echt pakken? Durf je dat gewoon? Oh. De bliksem pakt ons. Oeh, kijk. Wij hebben de kracht van Zeus. Lekker, man. Nice. Dit is pas het begin, vertelt Prometheus. Hoppakee, en daar gaan we. Oef. Oké, landen, dat is nog een klus. Ja, de wereld ligt aan onze voeten, jongens. Wow, nice. Missietje voltooid. Oeh, kijk deze vleugels, jongen. Deze vleugels zijn wel echt lekker, zeg. En kijk dit steltje. Ik vind dit steltje echt wel nice. Ah, we kunnen nu ook sprinten. Lekker. Dat miste ik inderdaad wel net, ja. Een beetje tempo erin. En dan moeten we de brug overspringen. Hoppa. En nog een keer. Oh, dit ging bijna fout. Ah, we made it. Oh, oh, oh. Daarboven. Zijn nog veel meer van die vliegbeesten. En daar moeten we naartoe. En daar gaan we kijken in de volgende aflevering. Wij gaan de goden helpen, jongens. Super tof. Ik heb heel veel zin in deze game. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dit ook een vette serie gaat vinden. Wat denk jij dat er in deel 2 gaat gebeuren? En wie is die gast die we zoeken? Dat antwoord krijgen we in de volgende aflevering. Mazzel!